dito tayo ngayon sa paggawaan ng asparagus. Ayan, sa mga mahihilig kumain ng asparagus, nandito tayo ngayon sa farm. And ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang asparagus dito sa Holland. Ayan, samahan nyo ako guys! En toen drie keer, toen vroeg ik, ik zei vaak in een pak bij, doen we hetzelfde geld en dan geschild. Altijd het verschil gepakt. Hello kayo mga pogi. Sa vlog ko to, panoorin nyo to ha. Hello, how's the Philippines? Andito kami sa ano, sa farm. So you explain mo. This all my boss. My boss? Sino ang boss mo dyan? Uh-huh. Yung dalawang nakakulay pula. Uh-huh. Tapos ito mga colleagues namin. Uh-huh. Dito kami sa ano? Saan kayo ngayon? Sa gubat. Ayan guys, yung friend ko yan si Jay. All. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys ang asparagus. And this is my boss. My very handsome boss. There. It's a film boss. I will put it in YouTube. Or in a blog. Yes, that's my blog. This is our big boss. Yes. Ay, bakit? Ik ben van Vergerven. Ja, we hebben een beetje last van die vrachtauto, maar ik zal proberen een beetje stem te gebruiken zodat je alles een beetje kunt horen. Wie ben ik? Ik ben Toon Bressen. Ik kom uit Oorschot. Ik ben een vriend van Jan. Zo is eigenlijk allemaal een beetje begonnen. Ik heb 40 jaar in het leger gezeten. Dus ik ken de camper, maar ik ken ook de Balkan, ken ik wel een beetje. Ik heb ook vaak met Belgen gewerkt trouwens. Het bataljon bevrijding 5e linie uit Leopoldsburg. Dus wat dat betreft ken ik wel een beetje de cultuur in België aan de grond. Daarom is het altijd zo belangrijk dat die grond, zeg maar. Waarom rijst hij? Waarom? Hij moet natuurlijk wel water hebben om te groeien, dat is duidelijk. Maar als te veel in het water staat, net zoals bij elke plant, dat hij gaat schimmelen. In de schimmel zet hij door in de wortel en komt terecht in de knop. Dit is de knop van de plant. Heel klein nog. Dat is eerst jouw plantje. Dat is de scheutjes, zeg maar. Dat is asperges. De kleine scheutjes, worden straks worden dat de asperges. Yung gawin itatanim sa lupa. Gemiddeld zit we zeg maar rond tussen de 15 en de 20 asperges per plant. Hoe lang gaan de planten mee? En de planten gaan 8 jaar mee. He, afhankelijk een beetje van de asperge, maar hij gaat 8 tot 10 jaar gaat hij mee. Zullen jullie dat zelf willen voor kwaliteit of gaan die 20 jaar mee? Wij gaan, en zo zie je, Verder moet je ook altijd even kijken naar de achterkanten. Als je nooit bij de supermarkt gelegen, zie je altijd de achterkanten helemaal uit. Ik lijk hier. Nou, als je de rood krijgt, maak je het niet zo zijn. Je moet de vers zijn. Blad blank wordt. We leven de vers als pers. Waarom? Ik ga even kort uitleggen. Onthoud je helemaal niks van wat ik allemaal verteld heb. Altijd. We kunnen nog niet als een maakstreek. Now we are going to the machine. Maar we hebben wel al een tiefje. Explain me aan. Ik zal het als het beste optillen en dat zijn een soort vraagkaartjes voor de asperges. Ja? Ja, die lopen achter, dus elke dag moet ik achter de plaat. Bond.
uitgezakt en het komt uit Schenda, uit Ardennen. Dat is eigenlijk een beetje barren. Daar komt hier veel in. Hier zie je zo'n theemisch hier staan. Hier komt de kistje aanlopen over de band. Die bakken zitten vol met van die kisten. Die asperge komt hier overheen. En de band geven hier in de water. Dan hebben we hier staan de tolzijkant en de grootste handen. Dat is niks anders dan uit de kist van die grote staal op de water pakken. Die asperge op die gooien op de band. Een beetje aan elkaar. Dat zie je ook. Dat is maar leuk om te zien. Het kan straks over schimmelen zo, bepaalde asperge. Kijk, dit kistje komt waarschijnlijk van een oud veld af waar al wat schimmel in zit. Dus dat zet zich dan op een gegeven moment vanuit de wortel, de knop en de plant. Ja, dat houden we erop. Dan op een gegeven moment ligt op de band. Dan staat de eerste selectie. Die vindt zich al hier klaar. Dat zie je hier aan binnen liggen. Ja, dat is de eerste. De jongen die hier staat, die is niks anders dan kijken hoe de rot is. Daar is de schimmel op, daar is dit op, daar is de gun. Weggooien, die is de gun, die is de gun. Nee, die band gaat lopen, die gooit eruit. Dan schuif je maar een beetje door. Waarom niet gedaan? Daar heb ik zo hier staan. Waarom? Elke asperge moet hierin liggen, want hij wordt erin gesneden. Hij wordt erin schoongespoten en schoongepassen. Maar dan komen we allemaal rijden. In dit kastje worden van elke asperge 7 foto's gemaakt. 7 foto's. En een paar foto's opgeven van de kwalificatie. Dat is de nummer 12. Alles wat we gesorteerd hebben, vandaag 69.000 gesorteerd. 69.000. Maar dat is too much. Vandaag is 20% de laag. Nou, we weten wat ik dan verander, dus we weten wat ik dan niet kan. Hier gaan we de kant op. Kijk, als je dit heel erg doet, dan ben je inderdaad tafel, maar ook als je dit stukje ligt, in deze twee, dan maak je het weer groter. Dan krijg je het verkeerde van de kaas. Nou, zo gaat het voor je voor. Dat is het al. En de snijstukken gaan naar buiten. En vallen daar op de kamer. Thank you.
Ayan. Yung binabalot na nila. Ang ganda, oh. Ganyan na guys yung lumalabas sa mga supermarket. Ayan, yung finish pa na pa. Yung kilo pa na yan. Hier, ik heb 1 pakje beurden hier. Dat is maar 16 euro. Zit hier een finish?